Het aantal nieuwe gevallen van kanker zal tegen 2040 wereldwijd stijgen tot 30 miljoen mensen. Aan de verschillende vormen van kanker overlijden nu bijkans 10 miljoen mensen. Met deze feiten wordt de wereld vandaag geconfronteerd in verband met Wereldkankerdag. Kanker is een ziekte die optreedt wanneer veranderingen in een groep normale cellen in het lichaam leiden tot ongecontroleerde, abnormale groei, waarbij een knobbel ontstaat die een tumor wordt genoemd. Dit geldt voor alle kankers behalve leukemie. Onbehandeld kunnen tumoren groeien en zich verspreiden naar het omringende normale weefsel of naar andere delen van het lichaam via de bloedbaan en het lymfestelsel. Ze kunnen de spijsvertering, het zenuwstelsel en de bloedsomloop aantasten of hormonen afgeven die de lichaamsfunctie kunnen beïnvloeden. Anne Krommo, die borstkanker had en survivor is van borstkanker, deelt haar ervaring met onze nieuwsdienst. Ik was 35 jaar oud en ik kreeg een knobbeltje in mijn borst, mijn linkerborst. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, kan, hè, een kliertje. Maar het werd groter en groter. Het was net zo groot als een knaak, zo'n rijksdaalder. En toen had ik zoiets van, het deed geen pijn hoor. Maar ik had zoiets van, jee, ik moet dit even laten onderzoeken, want iets klopt niet. En na dus 6 maanden, want je gaat een afspraak maken, er wordt een onderzoek gedaan, er wordt een biopsie gemaakt. Toen ze zagen dat het groter werd, zo groot als een kiwi werd dat. En nou, toen had ik zoiets van, oei, wat krijgen we nu? Want ja, als je hoort dat je kanker hebt, dan leek het alsof de wereld instort, toch? Want niemand wil ziek worden. En toen wisten we nog niet hoe kanker zich eigenlijk ontwikkelde. En kijk, nu zijn we in een andere maatschappij. Nu weet men veel meer over kanker dan toen. Dus ik dacht in eerste instantie, zoals ik ook gezegd had, van jeetje, dat betekent me dood. Volgens Krommo is de economische toestand een van de redenen waarom mensen niet zo graag naar de dokter kunnen of willen. Gezondheid kost geld, maar het blijft het kostbaarste bezit van de mens. Aldus Krommo die mensen adviseert op tijd naar de dokter te gaan. Om eerlijk te zijn, wist ik niet eens wat het was. Ik dacht, ik vermoedde gewoon een kliertje. Een vet kliertje. Maar nee. Maar toen ik hoorde dat het dus kanker was, borstkanker, toen ben ik gaan lezen erover. Ik ben het gaan opzoeken, want ik wist niets over kanker. Ik bedoel, het is hetzelfde. Dat is COVID. Je weet ook niets over COVID. Plus dan is het komen aanwaaien. Toch? En dan ga je erover lezen. Nou, ik ben erover gaan lezen. Internet kan je zoveel vinden. Nou, mensen die ziek zijn, mensen die beter zijn geworden, mensen die een borst hebben geamputeerd. Dat wilde ik niet. Maar kijk, ik heb een borstbesparende. Hij heeft het ook gezegd, dokter De Kroon. Zeg, we hebben een borstbesparende operatie toegepast voor je, want ik had geen uitzaaiing. Kankersurvivor Anne Krommo over haar ervaringen toen bij haar borstkanker werd geconstateerd. Vandaag wordt over de hele wereld Wereldkankerdag herdacht.